Dit is de Microsoft Surface 3. Het is de nieuwste 10.8-inch tablet met de nieuwste quad-core Intel Atom X7 processor die in twee varianten werkgeheugen komt, namelijk 2 en 4 gigram. En dat betekent dat hij heel erg geschikt is voor het on-the-go gebruiken van zowel office als internet, het bekijken van allerlei soorten on- en offline multimedia op Full HD, het spelen van simpele spelletjes en alle andere dagelijkse taken die belangrijk zijn voor jou. Nou, als we eerst even gaan kijken naar het materiaal van deze tablet, zien we dat hij over de gehele linie is vervaardigd van een magnesium alloy, wat hem heel fijn doet aanvoelen en dat hij er ook gewoon heel strak uitziet. En hij is maar 8,7 mm dik. En door die magnesium alloy is hij ook nog maar 622 gram. En dat betekent dat hij ultramobiel is met een accuduur van wel 10 uur bij normaal gebruik. Dus uitermate geschikt om mee te nemen op reis. Nou, dat scherm wat erop zit, dat draait op een resolutie van 1920x1280. En het is een IPS scherm. Dus dat betekent dat hij ultra scherp is, echt hele mooie levendige kleuren produceert. En een hele goede kijkhoek heeft, zodat je altijd prima kan zien wat er op je scherm weergegeven wordt. Ik zal er heel even mijn standaard A4'tje bij houden, zodat je een idee krijgt van hoe groot die ongeveer is. En die zal ik er even achter moeten houden, denk ik. En dan zie je dat als ik die op de rand leg, dat die toch wel een stukje kleiner is dan een standaard A4'tje, maar in combinatie met die resolutie heb je dus wel veel werkruimte en altijd dat ultra scherpe beeld waar ik dat over had. Nou, die tablet die draait op een volledige versie van Windows 8.1 en dat betekent dat je al je desktopprogramma's erop kan draaien. Dus het is echt een tablet die je laptop bijna zou kunnen vervangen. Nou, connectiviteit heeft die wifi AC, zijn snelste consumenten wifi die op dit moment beschikbaar is. En uiteraard ook Bluetooth 4.0 waar je andere apparaten zoals je smartphone kan koppelen zonder kabels. Hij heeft een micro SD-slot om je opslaggeheugen uit te breiden. Hij heeft één micro USB-poort. En het leuke van die micro USB-poort is dat deze tablet te laden is met elk soort lader met een micro USB-aansluiting. Zodat je echt nooit zonder stroom komt te zitten en altijd wel een kabel beschikbaar hebt. En daarnaast heeft hij een 1.3.0 USB-poort met een hele hoge transfer speed uiteraard. En een mini-display-poort zodat je nog een extra monitor kan aansluiten. Zodat je een multi-display interface hebt. Nou, aan de camera's heeft hij aan de voorzijde heeft hij een 3,5 megapixel webcam en aan de achterzijde heeft hij een 8 megapixel camera, zodat je ook nog eens leuke video's en foto's kan maken. En hij komt in twee varianten opslag, namelijk 64 gig of 128 gig. En uiteraard heeft hij een shared videokaart, wat betekent dat je alle spellen en applicaties uit de App Store kan draaien, maar dat hij te weinig grafische rekenkracht heeft voor echte zware DIA-applicaties, zoals bijvoorbeeld spelletjes als Battlefield 4 of Call of Duty. Nou, voor die tablet zijn natuurlijk ook een hoop accessoires beschikbaar. En dan hebben we het bijvoorbeeld over het toetsenbord wat je hier ziet, de pen en de dock. En de toetsenbord is misschien wel bekend bij de mensen die al vaker met de Surface hebben gewerkt. Die komt in drie kleuren, namelijk cyaan, zwart en rood. En die heeft nagenoeg dezelfde samenstelling als de andere toetsenborden voor de oude Surface modellen. En die heeft een touchpad met twee fysieke knoppen, zodat je echt die klik voelt, wat natuurlijk heel fijn is als je geen muis gebruikt. En hij is aan de onderste hinge nog steeds heel makkelijk naar het scherm toe te klappen met die magnetische aansluiting, zodat hij een nog stabielere werkhouding heeft op het moment dat je hem meeneemt op reis. En daarnaast heb je nog steeds de pen. En de pen die heeft nog steeds de knoppen. Het scherm is drukpuntsgevoelig en de pen heeft kantelniveaus, zodat op het moment dat je in programma's zoals bijvoorbeeld OneNote werkt, je daadwerkelijk het verschil ziet in hard en zacht drukken. Wat natuurlijk voor de creatievelingen onder ons heel erg fijn is. Daarnaast heb je een dock en dat is deze. En daarmee kan je de connectiviteit van de tablet heel erg uitbreiden. En dan hebben we het over een specifieke dock voor die Surface 3, dus een nieuwe. En dan heb je twee 3.0 poorten, twee 2.0 poorten, een extra Ethernet poort en de display poort op de dock die support zelfs 4K output. Wat natuurlijk een hele uitbreiding is aan de functionaliteit van deze tablet. En daarnaast komt er ook nog eens een screen protector voor op de markt. En als je deze aanschaft krijg je er gratis Office 365 bij voor 1 jaar. Zodat je er gelijk alle zakelijke, persoonlijke of bijvoorbeeld die studentenwerkzaamheden op kan gebruiken nadat je dat apparaat hebt aangeschaft. Nou, al met al is het een super multifunctioneel apparaat en zou je daar nou meer informatie over willen hebben of zou je er gelijk in willen aanschaffen, ga dan naar tabletcenter.nl.be, maar je kan voor advies natuurlijk altijd langskomen in een van onze winkels.